Maar heel dicht bij elkaar in de hoofdklasse A. Sparta kan bij winst de vijfde plaats opeisen in de eindstand. Maar goed, daar heb je ook niks aan. Dus de winst is vooral belangrijk om te voorkomen dat Sparta Nijkerk in de nacompetitie terechtkomt voor degradatie. En daarvoor zullen ze moeten winnen in Volendam. Een ploeg waar Sparta thuis makkelijk van wist te winnen. 4-0 werd het op de Nijkerkse Ebbelhorst. En dan had Sparta Nijkerk geen kind aan Volendam. Maar Volendam kan vrijuit voetballen. En dat geldt natuurlijk niet voor Sparta Nijkerk. En daar zijn ook de nodige mensen er niet bij, Tim. Muller is gepasseerd. Hij was de laatste weken spits, maar vandaag moet hij op de bank plaatsnemen. En ook Thomas Vossenbelt is er niet bij. Hij is de hele week al ziek, heeft keelontsteking en kan vandaag niet in Volendam zijn. In ieder geval niet als speler. Dus ook voor hem geen plaatsje in de basis. Wie spelen er wel bij Sparta Nijkerk? Kevin Rijnvis is keeper. Dan is Thomas Amende rechtsback, Ivo de Veldhuis. Linksback een centrum met Richard Rademaker en Tim Krux. Dan een middenveld met Joris van Rooijen. Die de plek van Galata overneemt. Of de plek van Vossenbelt overneemt. Naast Galata, zo moet ik het zeggen. En dan Buitenhuis in de punt naar voren. Dan vanaf rechts Stefan Frederiksen, vanaf links Harry Hamstrijn in de spits. Ja, op zijn vertrouwde plek weer even terug. Maurice van der Wild, de laatste wedstrijden was hij middenvelder. Maar hij keert vandaag dus terug in de spits en moet ervoor gaan zorgen dat Sparta Nijkerk doelpunten gaat maken. En of hij dat dan doet of iemand anders, dat maakt niet zoveel uit. Maar Sparta moet dus winnen. Het opvallendste nieuws komt van de bank van Sparta Nijkerk. Daar zitten zes mensen, waarvan vijf Nijkerkers en twee jongens uit de A1. Rick Knoop debuteert op de bank. Danny Brouwer deed dat vorige week en viel zelf in. In de wedstrijd tegen Odin die met 0-2 verloren werd. En dus heeft hij zijn eerste minuten gemaakt. Het is te hopen dat het niet nodig is dat hij aan de bak ligt vanmiddag. Want hij is een spitter. En als hij er straks inkomt, dan heeft dat te maken met een achterstand. Dus hopelijk blijft hij vandaag 90 minuten op de bank. Hoezeer ik hem zijn invalbeurt ook gun. Maar dat zou slecht nieuws zijn voor Sparta Nijkerk. Sparta begint om 2:30. Een belangrijke wedstrijd tegen Volendam. Maar dat geldt voor bijna alle Nijkerkse garnalen. En dan... Ja. We zijn begonnen. Onder aanvoering van scheidsrechter Roelof Luinge. Hij heeft een half minuutje geleden afgeblazen, wil ik niet zeggen. Geblazen voor de aftrap van de wedstrijd die voor Sparta Nijkerk cruciaal kan zijn. Wellicht is het allemaal niet nodig omdat Dovo niet weet te winnen. Maar ga er maar rustig aan vanuit dat Dovo wel wint. En dan zullen de Nijkerkers in ieder geval een punt moeten halen. En waarschijnlijk zelfs drie. Dus de opdracht is duidelijk voor de mannen die het vandaag in het zwart moeten doen. Omdat Volendam, zoals u wellicht weet, ook in het oranje-zwart speelt. Ivo ter Veldhuis heeft de bal. Het tempo ligt niet al te hoog. En als ik de geluiden van trainer Simon Wali mag geloven, wordt het ook helemaal geen spectaculair potje. Hij zegt dat het allerbelangrijkste voor vandaag is dat we de nul houden. Waar ter Veldhuis wordt gepoord. Prachtig achter het standbeen langs. En uiteindelijk kan de nummer 8 met de bal vandoor plat. Maar hij levert in bij Rademaker. Rademaker, Buitenhuis, Rademaker. Tempo naar voren. Dan wordt hij licht vastgehouden. En wordt dat gezien door de scheidsrechter. En wordt er gefloten voor een vrije trap. Maar een blok van 6 mensen. Die moeten zorgen voor de verdedigende kwaliteiten van Sparta Nijkerk. Daar tel je de keeper bij op. Daar hebben we nog maar 4 over die wat aanvallends kunnen. Nou, dat is Buitenhuis en de 3 voorwaartsen. Met andere woorden, het zal niet heel erg spectaculair gaan worden. Dat hoeft ook niet. 1-0 winnen is genoeg voor de Nijkerkers. 0-1. En een afstraffing die we hier 3 seizoenen geleden hadden van 7-2, meen ik. Die hopen we in ieder geval niet te krijgen. Volendam speelt nergens om. Sparta Nijkerk moet winnen om het in eigen hand te houden. En moet dus een doelpunt gaan maken in Volendam. Buitenhuis komt door. Van de Wild loopt zijn tegenstander ondersteboven. Maar de scheidsrechter, Roelof Luig in dit geval, fluit voor voordeel. Dan wordt de bal ingeleverd bij Frederiksen. Nou, 1-1 met de keeper. Waarom met buitenkant voet? De verdediger die de bal breed tikt. En daar staat niemand van Volendam. Frederiksen neemt over. Staat dan op 1 meter of 10 van de keeper. En heeft de hoek voor het uitzoeken. Maar wil het met buitenkant voet doen. Terwijl hij gewoon hard uithaalt. Het 0-1 staat binnen 2 minuten. Hij doet dat niet. Doet het slap met buitenkant voet. En zo is de eerste de beste kans. Een hele grote voor Sparta Nijkerk. Frederiksen had moeten scoren. Mark, ik ga je even onderbreken. Want waar wel een doel op Sparta Nijkerk. Met het overwicht van Sparta. De eerste kans was al na 2 minuten voor Frederiksen. Die had moeten scoren. Maar met buitenkant voet veel te slap. Recht op de doelman schoot. Waar de hoeken toch voor het uitzoeken waren. En daarna kon Thomas Amende zomaar 1 meter of 20 maken. En vanaf 1 meter of 16 schieten. Maar zijn schot was ook te slap. Buitenhuis opent op Hamstra. Die wil de bal dan met de borst naar Van der Wild spelen. Dat lukt niet. En zo kan Volendam er weer uit. Maar Sparta speelt de eerste... Nou ja, dan moet ik een beetje gokken. 10 minuten behoorlijk in Volendam. Heeft ook te maken met de wind die vol richting het doel van Volendam is. Nu is de Reus bij Volendam er even vandoor met de bal. Dat is Veerman. Maar ter Veldhuis corrigeert met de sliding. En dan Amende die vandaag op het middenveld speelt. Want die opstelling die ik u zojuist gegeven heb, daar moet ik nog wat bij corrigeren. Maar dat ga ik zo doen. Begint goed en draait goed weg. Geeft mee aan Van Rooyen. Van Rooyen naar Hamstra. En Buitenhuis op de middenlijn. Weer terug naar Hamstra. Punt vanaf de, ja, aan de linkerkant van het veld halverwege. Weer terug naar Buitenhuis. Buitenhuis wil Van der Wild zoeken. Maar die staat dan gedekt. En dus blijft Buitenhuis een beetje met de bal rondwandelen. Zo van, ja, naar wie moet hij dan? Dan maar naar Van Rooyen. Van Rooyen terug naar Rademaker. En zo gaat de bal rond achterin met Galata, die centraal achterin staat. Omdat Tim Krux rechtsback is en Amende een middenvelder. En zo is de opstelling van Sparta
Nijkerk voor vandaag. Dus niet zoals ik het zei, maar met Galata centraal achterin. Tim Crux rechts achterin. En Amende op het middenveld naast Van Rooyen in de controlerende rol. En daarvoor dus Buitenhuis, dat is wel logisch. Maar nu Galata de middenlijn mag oversteken. Bij Volendam hebben ze er niet zoveel zin in, lijkt het. Als de bal van Galata te hard lijkt, maar Hamza gaat er nog achteraan. Maar kan hem daar niet binnenhouden, dat is dan jammer. En zo belandt de bal over de achterlijn. Gaat Volendam een doeltrap nemen, zijn we een minuut of 10 onderweg. Is het veld overwicht en voor Sparta Nijkerk heeft het twee kansjes, of één kansje opgeleverd voor Amende. En een hele grote kans al in het begin voor Stefan Frederiksen. Die gingen er niet in, dus staat het 0-0 aan de dijk tussen Volendam en Sparta Nijkerk. Komt op voorsprong. En onverwacht is dat niet. Sparta domineert. En dan komt er een kans omdat Van der Wild heel goed wegdraait bij zijn tegenstander. Wil die schieten, maar staat Buitenhuis naast hem. Die denkt, ik kan met binnenkant voet die bal veel beter schieten. Dan wordt het een bijna botsing en schiet Buitenhuis de bal tegen de keeper op. En die losgelaten bal komt dan bij Thomas Amende. Die, hoe die hem erin krijgt, weet ik niet. Maar hij frommelt de bal uiteindelijk over de doellijn. Dus Thomas Amende scoort voor Sparta Nijkerk binnen het kwartier. En de Nijkerkers staan terecht op een 0-1 voorsprong. Dat is door Thomas Amende. En dus een prima start van de Nijkerkers. Dat nu wel moet toestaan dat er aan de rechterkant heel veel ruimte is voor Kluisink, denk ik dat ik zijn naam moet uitspreken. De bal naar Veerman, want die is 2,55 meter. En die kan koppen, maar kopt de bal niet eens tot over de achterlijn. Kopt hem helemaal naar de punt van de 16 meter. En dan de achterste punt. Dus Kevin Rijnvis de bal halen. Maar even was er ruimte voor de voorzet. En ja, die Veerman, die is enorm groot en sterk. Dus dat lijkt me wel een mannetje waar je de bal hoog op zijn hoofd kan leggen. Maar hij heeft wind tegen ook, dus dat zal ook niet meehelpen. In de tweede helft zal zo'n bal misschien wel snoeihard tegen de touwen vliegen. Want de wind is fors in Volendam en staat pal op het doel van nu Kees Tol. En dat is de keeper bij Volendam die al één keer moest vissen omdat Amende de bal over de lijn frommelde. Maakt niet uit, lelijke doelpunten tellen ook. En dus een belangrijke stap voor Sparta Nijkerk. Ja, met oog op handhaving. Het is erg dat ik het moet zeggen. De bal bijna over de laatste man gestuiterd richting Van der Wild. Maar uiteindelijk kan de beste man bal toch nog vooruit spelen. Levert hem wel in bij Tim Crux. Dan Frederiks, de rechterkant van het veld. Helemaal aan de zijlijn, de voorzet. Nou, die is makkelijk te vangen door Kees Tol. Dat is de keeper bij Volendam. En die gaat hem dan naar voren schieten. Alleen komt de bal net zo hard weer terug. Want dan lijkt het een hele mooie lange trap onderweg te zijn naar zijn rechtsbuiten. Naar Hidde in dit geval. Maar dan blijft de bal door de wind gedragen hangen. En stuit die loodrecht naar beneden. En uiteindelijk over de zijlijn. En dus mag de Veldhuis gaan gooien. Halverwege zijn eigen linkerhelft gooit hij hem op de borst van iemand van Volendam. Dat is diezelfde Hidden die wat moeite heeft de bal te controleren. Dan wordt opgejaagd en een tikje krijgt van Buitenhuis. En dat is gezien door de scheidsrechter. Kan hem wel luimgen blijven noemen, maar dat klinkt zo pedant. Dus we noemen hem gewoon de scheidsrechter vandaag, want dat doe ik normaal ook. Als de bal inmiddels bij de nummer 11 is, dan weer terug naar de laatste man. Sparta heeft geen haast meer, want het staat met 0-1 voor. De bal, de opening naar de linkerkant is fraai van Robert Plat en komt aan de linkerkant van het veld terecht. Dan Jan Smit gezocht en gevonden, maar die draait de verkeerde kant op, moet dus terug. En in de as van het veld heel veel ruimte voor Robert Plat. Kan zomaar een meter of 30 maken, doet dat dan ook en geeft mee naar zijn linksbuiten, die in de as van het veld terecht komt, maar de bal van zijn voet laat frommelen door Galata. Die dan met wat geluk ook nog zijn tegenstander kwijt is. Nu zijn lichaam moet gebruiken en hem dan moet afgeven. Maar dat is een zwakke paas richting Van der Wild. Dat hij beter kunnen doen. De eerste actie is goed. Namelijk het veroveren van de bal. En vervolgens sterk aan de bal blijven. Maar dan moet hij een paasje geven. En dan komt de bal niet bij Van der Wild. Waar er wel ruimte voor lag. Volendam met de omschakeling. Met de nummer 10. Visser die naar de rechterkant opent. Daar hebben we... ik moet echt even op die naam. Klusien, denk ik. Het is een hele moeilijke naam. Hopen dat hij de bal niet krijgt. Goed, Buitenhuis in balbezit. Dat is makkelijker. Van Rooyen wil hem wel. Die krijgt hem niet. Wordt overgeslagen. De bal gaat over de linksback heen richting Frederiksen. Die controleert de bal niet. Staat op de punt van de 16. Draait terug naar eigen helft. Dan komt Crux hem helpen. Die krijgt dan ook de bal. En naast hem staat dan weer Stefan Frederiksen. Frederiksen met het paasje naar voren. Naar Amin. De balverlies. En dus moet Sparta in de omschakeling. Maar dat hoeft allemaal niet met zoveel tempo. De bal wordt zomaar ingeleverd bij Tim Crux. Dan Gala. Die wil openen naar Hamstra. Prachtige paas zeg. Over een meter of 50. Zo in de voeten van Harry Hamstra. Linkerkant van het veld. Terug naar Te Veldhuis. Want daar ligt de ruimte. Te Veldhuis het inspelen op Buitenhuis. Zelf doorlopen. Krijgt hij hem ook terug? Nee, Buitenhuis blijft draaien met de bal. Doet dat goed. Nu moet hij om de scheidsrechter heen. Die loopt wat in de weg. Dat is jammer. Anders lag er kans voor Buitenhuis om te schieten. Maar Sparta houdt balbezit met Frederiksen. Die hem voorgeeft richting de penalty stip. Daar wordt de bal uitgekopt. En dan een hele mooie controle. Maar de bal toch blind naar voren geschoten. Daar Richard Rademaker. Die geen risico neemt. De bal ineens op zijn pantoffel. En hem dan ook nog bij Tim Crux ziet belanden en dan via Van Rooyen zijn rust bij Sparta Nijkerk op de middenlijn met de Veldhuis. De Veldhuis die om zich heen kijkt, kan ik hem kwijt. Dus een beetje stilstaand voetbal bij de Nijkerkers. Die misschien het risico niet moeten nemen dat deze 0-1 wellicht voldoende is. Want er hoeft straks met wind mee maar één bal vanaf een meter of 30 goed op de pantoffel te worden geraakt.
En dan ga je met 1-1 misschien nog de Bieterbrug op. Dus lijkt mij verstandig, zeker in deze fase van het duel, waarin Sparta veel en veel beter is dan Volendam, de 2-0 tegen de touwen te knallen en zo met een gerust hart te kunnen gaan zitten als supporter zijn. De bal naar voren is prachtig op Van der Wild, buitenhuis. Nu terug naar Van der Wild. Van der Wild 1-op-1 draait weg, maar kan dan eigenlijk niks anders dan terug naar buitenhuis. Rechts ligt de ruimte bij Frederiksen. Bal achter Frederiksen, maar kan toch binnenhouden. Terug naar Crux. Crux wil de bal geven naar Van Rooyen. Van Rooyen duurt allemaal lang en dan gaat de bal weer terug. En zo breidt en breidt Sparta Nijkerk. Heeft het in de eerste kwartier, 20 minuten, veel de bal. Heeft het na de 1-0 eigenlijk geen kans meer gehad, maar ook niks weggegeven. En dat is misschien wel het belangrijkste voor vanmiddag, waar Veerman knap wegdraait. En nu op snelheid er vandoor gaat. Jan Smit ziet dat wel, maar kan de bal niet geven. En moet dus wachten en nog maar wachten. Laten we op een ander veld gaan kijken. Er wordt vast ergens ook nog wel gevoetbald. Als Volendam nog een schietkans gaat krijgen, misschien de bal naar de linkerkant van het veld. Kijken of de actie van El Yacoubi goed is. Nou, die brengt hem bij de tweede paal. Daar staat Jan Smit, die met de punt van de schoen de bal wel raakt, maar hem recht in de handen schiet van Kevin Rijnvis. 0-1, het doelpunt van Amende na 11 minuten, betekent nog altijd de voorsprong voor de Nijkerkers. Jan Smit. Nieuws, het is 1-1. Veerman is sterker dan Teveldhuis en zet Teveldhuis van zich af, schiet dan hard. En daarmee is Rijnvis kansloos en staat het, ja, uit het niets eigenlijk, 1-1. Sparta domineert, heeft kansjes gehad, maar niet benut. En dan is Volendam met de eerste beste echte kans ineens doeltreffend en staat het zomaar 1-1. En dat is toch wel een domper, zo vlak voor het half uur. Het is een diepe bal die eigenlijk, ja, waar eigenlijk geen gevaar in zit. Dan zet de lange Veerman zijn lichaam er goed tussen. Wordt de Veldhuis daarmee afgetroefd en schiet hij met rechts vervolgens richting verre hoek. Ja, Rijnvis duikt wel, maar de bal gaat over hem heen en gaat tegen de touwen. En zo staat het dus 1-1. En dat vlak voor het nieuws van 3 uur. Sparta kan weer opnieuw beginnen. De voorsprong die verkregen was via Thomas Amende, dus teniet gedaan door het doelpunt van Veerman. Er is nog geen vuiltje aan de lucht, omdat Sparta Nijkerk voetballend de betere ploeg is. Maar de stand is in evenwicht. 1-1. Daar nog altijd de 1-1 tussenstand. Na de voorsprong van Sparta Nijkerk, Thomas Amende scoorde. Maar daarna was het dus Veerman die vlak voor het 3 uur journaal de 1-1 op het bord bracht. En zojuist Veerman, hij is niet alleen groot en sterk, maar blijkt ook nog atletisch. Krijgt uit de corner de bal op, laten we zeggen schouderhoogte. En denkt, wat Van Basten kon, dat kan ik ook. De volley ineens, een halve omhaal, boem. En ja, het scheelde misschien 10 centimeter. De bal ging over de dwars liggen. Nu weer Veerman die de bal net te ver van zijn voet ziet springen. En dan kan Kevin Rijnvis de bal oprapen. Is Rijnvis boos omdat er bij Sparta Nijkerk iemand geblesseerd is. Maar hij schiet zelf de bal ook niet uit. Schiet hem zelfs naar Van der Wild toe. Maar die is niet eerder bij de bal dan Kees Tol. Met de wind mee schiet deze Kevin Rijnvis de bal zo tot zijn andere keeper. Maar het levert geen kans op voor Van der Wild omdat de bal dus te hard is. En Harry Hamstra, net nog geblesseerd, krabbelt zelf weer overeind en lijkt weer kiplekker. Dus het is ook logisch dat Volendam die bal niet uitspeelde, want er lijkt niet zoveel aan de hand bij Harry Hamstra. De rechtsback komt mee op. De Veldhuis kan met de sliding voorkomen dat Veerman aan de bal komt. Gaat de bal naar de rechterkant van het veld en daar een slordigheidje van Ruud Hidde. En zo belandt de bal over de zijlijn. Een mazzeltje voor Sparta Nijkerk. Dat dus met een 1-1 gelijkspel wellicht aan het eind van de middag wel tevreden kan zijn. Maar vooralsnog zullen de Nijkerkers vol voor de winst moeten gaan om alles in eigen hand te houden. En dus moet de Veldhuis wat meer haast gaan maken bij het inwerpen van de bal. De linkerkant van het veld, ik denk 1 meter of 20 van de achterlijn, dan zoeken naar Hamstra. Ja, die moet dan doorkoppen. Nou, dat kan hij ook. Maar als hij hem over de zijlijn kopt, dan is er niet zoveel gevaar. Bal blijft binnen. Wonder boven wonder. Bij Van der Wild. Van der Wild moet hem geven op Frederiksen. Dat lukt niet. Maar Van der Wild blijft wel in balbezit. Opent. Dan naar de rechterkant van het veld. Naar Thomas Amende. Keurige bal van Maurice Van der Wild. En Amende die dan wacht op Frederiksen. Dan komt de bal met de stuit. Frederiksen kaatst terug op Crux. Sparta heeft niet al te veel haast. Heeft veelal de bal. Maar de beste kans na de gelijkmaker van Veerman was voor diezelfde Veerman. Al was het geen kans. Maar een omhaal zo'n beetje vanaf 1 meter of 12. Die prachtig hard recht op het doel afging. Maar net te hoog ging. En dus kwam Sparta daar goed weg. Nogmaals buitenhuis gezocht. Punt van de 16 meter. Wegdraaiend naar de linkerkant van het veld. In duel met zijn tegenstander die de bal als laatste raakt. Maar buitenhuis houdt binnen. En via het Veldhuis houdt Sparta balbezit. Terug naar Rademaker. En dan waarschijnlijk helemaal terug naar Rijnvis. En zo is het ook. En dus lijkt het me verstandig om op een ander veld te gaan kijken. Er zijn belangen bij Hoevelaken. Er zijn belangen vooral bij NSC. Dus wellicht dat er een ander onder de knoppen zit die wat meer spektakel te bieden heeft dan ik. Het staat hier 1-1. En over het geheel gezien is dat wel een terechte tussenstand. Na meer dan een half uur voetbal in Volendam. En we gaan 5 minuten nog in die eerste helft waar Volendam de bal heeft. En Sparta al heel lang niet meer gevaarlijk is geweest voor het doel van Kees Tol. En dat baart toch wel zorgen, ook gezien de tussenstanden. Want Dovo staat voor. En volgens mij betekent dat Sparta Nijkerk virtueel nu op de promotiedegradatieplek staat met dit gelijke spel. Maar goed, Volendam heeft balbezit met Jan Smit. 1 meter of 20 van de achterlijn. Draait weg bij Richard Rademaker. Nou, lijkt te gaan schieten. Doet dat ook. Probeert het met een stiftje.
Ja, dat zijn van die dingen die je best kan proberen als je met 5-0 voor staat en dan vliegen ze er nog wel in. Maar bij 1-1 is dat meestal niet het geval. Al speelt Volendam nergens meer om en deze frivoliteiten passen daar wel bij. Sparta moet wel, maar dat is de laatste 10, 15 minuten niet meer terug te zien in het elftal van Simon Ouali. Dat furieus startte, het overwicht had, de kansen kreeg, ook de voorsprong pakte. Maar gezien, of eigenlijk sinds de gelijkmaker van Veerman een beetje de kluts kwijt is. En dat is dit een mooi voorbeeld van. Iedereen denkt, laat die bal lekker lopen voor de keeper. Rijnvis komt dan rustig zijn doel uitschokken. En denkt, nou, alle tijd van de wereld in ieder geval. En dan weet je wat ik ga doen. Ga eens even kijken of er wat te halen valt. En dan moet hij hem zomaar over de zijlijn schieten, omdat er niemand meer vrij staat. En dat geeft een beetje aan dat ze bij Sparta misschien niet zo machtzuchtig met deze wedstrijd omgaan. Dat kan ik niet begrijpen. Als je vorig jaar al gedegradeerd bent en je nu weer op zo'n penibele positie staat en je moet winnen, dan lijkt het me niet dat nonchalance de overhand mag nemen. Te Veldhuis. Hij wel hardwerkend, maar ging wel in de fout bij de gelijkmaker van Veerman. Levert hem nu ook in, al kan hij daar zelf niet zoveel aan doen. Hamstra. Makkelijk paasje naar Frederiksen die 10 meter bij hem vandaan staat. Speelt hem dan vervolgens 5 meter voor Frederiksen. Daar staat een Volendammer. En zo komt er aan deze countermogelijkheid voor Sparta Nijkerk ook weer een einde. En is Volendam het laatste kwartier gewoon oppermachtig op het eigen sportpark aan de dijk. En nu de bal aan de rechterkant van het veld. Hamstra met de sliding. Speelt de bal over de zijlijn. En dus mag Volendam gaan gooien. Doen ze dat met Cluchien. Dat heb ik me laten vertellen. Cluchien die gegooid heeft. En dan Hidde de bal naar de lange Kees Sul. En die gaat dan opbouwen met de bal. Doet hij dat door hem die te spelen richting linksbuiten. Die terugkomt. Dat is El Yacoubi. Dan naar de as. Daar is Sul maar weer eens. Paasje vooruit. Dit is de kans op de 2-1. En dat wil hij het te mooi doen door hem over de keeper heen te liften. Deze Joey Tol komt in de as van het veld helemaal vrij op 16 meter. De bal stuit het. En als hij hem iets meer vaart meegeeft is het 2-1 voor Volendam. En dan was het pas echt paniek geworden in de Nijkerkse hut. Nu valt het allemaal nog mee. Maar als Sparta op deze voet verder blijft gaan, dan voorspel ik u dat het heel lastig wordt. Galata levert in bij Veerman. Ja, moet je ook niet doen, want die speelt niet bij jou. Dus zorg nou maar dat je de bal naar iemand in het zwart speelt. Nou, dat doet hij dan nu door de bal breed te spelen naar de Veldhuis. Dan terug. Misschien het rustsignaal halen. En dan hopen dat er in de rust wat poppetjes op de juiste plek kunnen worden gezet. Mark, we komen zo bij terug. Doelpunt bij Veense Boys tegen het Harne. Sluit het seizoen prima af. Die mannen uit Nijkerkerveen die er ook zo slecht voor stonden. Een maand of twee geleden. Maar met een prachtige serie dus bezig zijn. En die serie een vervolg geven vandaag in de laatste wedstrijd. Sparta met Buitenhuis. Kan hem dan richting 5 meter tikken. Daar staat Frederiksen. Maar de keeper komt goed zijn doel uit. Sparta moet winnen. Staat 1 tegen 1. En Volendam kreeg zojuist de allerbeste kans sinds die gelijkmaker om de voorsprong te pakken. Dat ging gelukkig voor de Nijkerkers. Liep dat allemaal goed af. En nu de bal over de zijlijn. We hebben nog een paar minuten te spelen. Even op een ander veld kijken. Dan komen we zo terug voor de laatste minuten van de eerste helft. Nou, we gaan zo meteen inderdaad weer even 1000 meter of 20 meegeven. Nu moet hij hem terugkrijgen van Amende. Amende kiest voor de weg terug richting Van Rooij. Sparta houdt balbezit met Frederiks aan de rechterkant van het veld. Terug naar Crux. Leek me niet handig, maar Crux gaat hem inbrengen. Richting eerste paal van de Wild. Als die verlengd is, een doelpunt. Maar hij kan er net zijn kruin niet tegen aanzetten. En dan zegt scheidsrechter Luijgen, het is voldoende voor de eerste 45 minuten. 1 tegen 1. De voorsprong kwam er vroeg via Amende. Daarna de gelijkmaker van Veerman. En zojuist de allerbeste kans op de voorsprong was voor Volendam. Dus dat baart zorgen voor de tweede helft. Sparta moet winnen, maar het staat halverwege gelijk. 1-1 in Volendam. Ja, want de tussenstanden op Bennekom na dan, die zijn nog niet gunstig voor Sparta. Dat op dit moment een plekje gezakt is. En dus nog maar net boven de streep staat, omdat Bennekom achter staat. Maar goed, die weten dat ook. Alleen, Bennekom zag al een strafschop van Huizen gemist. Die mazzel hebben ze dan ook wel, want staat het daar 0-2. Dan kan je eigenlijk rustig adem gaan halen als je Sparta Nijkerk supporter bent. Maar op dit moment nog niet. De 1-1 op het bord, een minuut of twee onderweg in de tweede helft. Volendam met balbezit, dan schieten ze hem tegen Amende op. De doelpunt te maken bij Sparta. Dan wordt de bal aan de andere kant van het veld net niet binnengehouden door de invaller bij Sparta Nijkerk. Nijkerk, ik denk wel Chinees. Daan Drent is in de ploeg gekomen voor Harry Hamstra, die aan de kant is gebleven. Dus heeft Simon Ouali gewisseld, een logische wissel ook. Gezien het feit dat Hamstra niet echt uit de verf kwam, daar aan de linkerkant van het veld. Waar nu de Veldhuis uitkopt, Sparta heeft de tweede helft win mee, dat kan ook niet helpen. En dus moet het zorgen dat ze die bal laag houden, want hoog wegschieten gaat niet zoveel zin hebben. Want de wind is ferm in Volendam en dus komt de bal dan net zo hard terug. Nu een actie van El Yacoubi. Gaat naar binnen komen, schieten. Goeie actie, het schot niet goed. De bal gaat via de buitenkant van zijn voeten, een meter of 6, 7 naast het doel van Rijnvis. Maar vanaf 16 meter een behoorlijke schietkans die hij zelf creëert vanaf de zijlijn naar binnen komen. En dan met zijn rechterbeen op doel schieten. Maar in plaats van de binnenkant voet wordt de buitenkant van de schoen geraakt. Althans wordt de bal geraakt met de buitenkant van zijn schoen. En belandt hij bijna naast het vangnet.
Dus ruim naast het doel van Rijf is de opdracht. Lijkt duidelijk voor Sparta Nijkerk. Zorg maar gewoon dat je die wedstrijd wint. Dan hoef je helemaal nergens naar te kijken. Voorlopig staat het 1-1. Kopt Amende door richting Van der Wild. Maar belandt de bal uiteindelijk bij Buitenhuis. Nee, we komen straks terug. Het wordt ongetwijfeld spannend, want dat is het nog. Nou, nog even deze kans afwachten. Van der Wild in de 16 meter. Schieten! Net over het doel. Via de vingertoppen nog, dus levert nog een corner op. Ik weet niet of je iemand onder de knop hebt hangen. Weet je wat, we nemen hem even mee. Want we gaan zo naar Wim van Vliet, maar we nemen even de corner mee. Corner voor Sparta Nijkerk. Nou, die moet aan de andere kant van het veld genomen worden. Dus het gaat even duren, want Buitenhuis loopt naar de cornervlag. Maar dat doet hij wel aan de verkeerde kant van het veld. En als Buitenhuis ook degene is die die corner van de andere kant moet gaan trappen, dan moet hij nu nog een meter of 50 overbruggen. De scheidsrechter is streng en die zegt, het moet echt aan die kant gebeuren. Terwijl de bal toch redelijk in het midden van het doel over het dwarsligger verdween. Goede kans van Van der Wild, die wegdraaide. Zijn lichaam sterk gebruikte en toen schoot met zijn linkerbeen. Maar de bal via de vingertoppen van Tol dus over de deklat zag gaan. Buitenhuis met een indraaiende corner van de linkerkant van het veld. De bal komt op het hoofd van iemand van Volendam. In de tweede lijn opgevangen door Galata. Bal terug naar Buitenhuis. Bal moet nu voor het doel. De Buitenhuis die dreigt met voorgeven. Maar ja, moet het wel een keer gaan doen ook. Doet dat niet, maar haalt er wel weer een corner uit. En laten we dan toch maar bij Wim van Vliet gaan kijken. Dan, als het een doelpunt wordt, dan onderbreken we hem vanzelf wel. We gaan inderdaad... Ja, Terlede Sportlust is ook nog wel interessant hoor. Want Sportlust heeft maar één punt meer dan Sparta Nijkerk en een minder doelsaldo. Dus mocht Terlede, dat moet winnen voor de periode, de overwinning pakken, hebben de Nijkerkers aan een punt voldoende om Sportlust onder zich te houden. Maar zoals het er nu naar uitziet, heeft Bennekom nog één doelpuntje nodig om boven de streep te komen. En dat gaat dan ten koste van Sparta, dat heel veel geluk heeft dat het nog 1-1 stond. Want wat zagen we zojuist, een prachtige poeier van Jan Visser vanaf een meter of 20 onderkant lat. En op de doellijn stuiterde de bal uiteindelijk en weer het veld in. En daar kwam Sparta dus goed weg dat een halve seconde daarvoor, of een halve minuut daarvoor moet ik natuurlijk zeggen, ook al geluk had. Toen een goede redding van Rijnvis, nadat El Yacoubi zich knap vrij draaide in de 16 meter en de benen vond van Rijnvis. Prima redding. En de corner die uiteindelijk het schot opleverde van Visser, onderkant lat, zo verschrikkelijk hard. Rijnvis heeft alleen maar gehoord dat hij tegen de deklat kwam. Nu Veerman buitenspel. Dat is maar goed ook, al schiet hij hem behoorlijk hard en hoog over het doel van Kevin Rijnvis. Maar dus twee kansen in de tweede helft, allebei voor Volendam. En met name die laatste, wat geen kans was, maar bijna een doelpunt opleverde, was geluk voor Sparta Nijkerk. Dat dus moet winnen, want Bennekom zal er in de slotfase alles aan doen. Zeker als het deze tussenstanden weet, om die 2-1 op het bord te krijgen. En het zou niet voor het eerst zijn dat Sparta Nijkerk naast de pot pist. En dus moeten ze zorgen dat ze het in eigen hand houden. En dat kan alleen door te winnen vandaag van Volendam. Dat prima meevoetbalt vandaag, nergens meer voor speelt, vrij uit kan voetballen. En dat zien we ook. Ze spelen frivol en dat mag allemaal. Want zoals ik al zei, ze hebben niks meer te verliezen. Sparta wel. En volgens mij moet dat besef nog een beetje doordringen bij de spelers op het veld. Want het staat 1-1 na 10 minuten in de tweede helft. En het gaat niet de goede kant op. 1-1. En één doelpunt van Volendam betekent ook na competitie voor Sparta. Maar dan om te voorkomen dat ze degraderen. En ik heb niet echt het idee dat deze ploeg daar klaar en rijp voor is. Waar Harry Hamstra even de koud uitspringt om een bal te gaan halen. Tim Muller gaat in de ploeg komen bij Sparta Nijkerk. Dus ik denk dat het besef er ook wel is nu bij trainersduo Elders en Simon Wali dat er wat moet gebeuren. Al gaat Mark Frederiksen naar de kant. Mark, ik... Nou, dan staan ze nu virtueel op de promotiedegradatieplek. En dus moet Muller erbij, maar Frederiksen gaat naar de kant. Dus dat is een aanvaller eraf. Betekent twee spitsen. Maurice van der Wild en Tim Muller voorin. En dan moeten die andere 8 of 9 er maar voor gaan zorgen dat zij de bal krijgen. Maar een doelpuntje van Terlede zou dan Sparta nog soelaas kunnen bieden. Maar op dit moment ziet het er niet goed uit. Als Buitenhuis schiet en de bal ragelings langs de paal schiet. Hij probeert het vanaf 16 meter. Kan bijna niet meer bij de bal. Moet het dan met de sliding proberen. En keeper Tol die kijkt ernaar en hoopt dat die bal niet binnenvliegt. En de bal gaat ragelings naast. En zo is er een mogelijkheid voor Sparta. Een kans kunnen we het niet noemen. Maar het is eigenlijk voor het eerst in de tweede helft dat Sparta van zich doet spreken. Maar het moet dus winnen gezien de tussenstanden. Op dit moment Sparta Nijkerk een half uur minder nog te gaan in de laatste speelronde van de competitie. En op dit moment staat Sparta dus op een promotiedegradatieplek. En dat is heel slecht nieuws voor de zwart-witte vanmiddag. Sparta Nijkerk. En het komt uit het niets, maar dat maakt niet uit. Het is nog een cadeautje ook. Een penalty krijgt Sparta van Roelof Luigen. Omdat Galata een vrije trap in de muur schiet. En iedereen heel erg hard in de, met wishful thinking hands roept. En de scheidsrechter, die misschien het ook wel goed gezien heeft hoor. De scheidsrechter die hem op de stip legt en Van der Wild scoort. En zo staat Sparta voor. En kunnen alle andere tussenstanden eventjes de prullenbak weer in. Maar het is nog zo penibel. Volendam heeft de bal. Kunnen ze hem binnenhouden? Nee. Sparta mag geen tegentreffen meer krijgen. Moet winnen vandaag gezien alle andere tussenstanden om PD te voorkomen. En het staat met nog 20 minuten te gaan.
gegaan op een 1-2 voorsprong in Volendam. Het is niet terecht, want sinds de gelijkmaker van Volendam was eigenlijk de thuisclub de betere. Had het ook de betere kansen, maar een cadeautje, of het echt een cadeautje was, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zien vanaf hier, maar een hensbal, geclaimd door Sparta, levert een strafschop op die door Van der Wild feilloos wordt binnengeschoten. En zo maakt de topscorer een hele belangrijke treffer voor Sparta Nijkerk. En dan zelfs. En dat gebeurt dan allemaal door een benutte strafschop van Van der Wild. Hoe belangrijk gaat die worden aan het eind van de rit? Want nogmaals gezegd, gaat die bal er niet in, staat Sparta nu nog op een PD-plek met nog een, ja, met blessuretijd meegerekend 10 minuten te gaan. Sparta is een beetje aan tijd rekken. Het is net een blessurebehandeling geweest. En daarvoor zagen we Rijnvis heel lang wachten met een bal oppakken. Ja, Volendam is ook niet meer gevaarlijk geweest in de tweede helft. Dus dat biedt wel perspectief. Maar die 1-2, er hoeft er maar één in te vliegen. En het is helemaal mis voor de Nijkerkers. Het is te hopen dat ze dat beseffen bij Sparta. Waar Muller gezocht wordt door Rademaker en gevonden wordt op de punt van de 16 meter. Dan helemaal naar de linkerzijlijn terecht komt. Knap, zijn duel gewonnen. Drent kiest positie. Er moet iemand bij de tweede paal komen. Die komt er wel, maar Muller moet te lang wachten met het geven van die bal voordat er iemand is. En uiteindelijk geeft hij hem dan via iemand van Volendam. Gaat hij dan over de zijlijn. Mag Buitenhuis nog een corner gaan trappen. Rademaker meldt zich voorin. Ja, er is ook niemand bij Volendam buiten de eigen 16. Oh, wel eentje. Ik sla er één over. El Yacoubi staat op de middencirkel zo'n beetje. En voor de rest alles in het eigen 16 meter gebied. Ja, bij Volendam is er niks meer te winnen of te verliezen. Dus die spelen vrij uit. Deze corner belandt bij de punt van de 16 aan de andere kant. Slechte corner dus van Buitenhuis. Daar haalt Crux hem binnen. Of hij dat moet doen, weet ik niet. Nou, hij heeft uiteindelijk de bal niet binnengehouden en gaat over de zijlijn. Dan mag Volendam nog gaan gooien. Als we dat snel doen, de kaart is niet goed. Maar uiteindelijk komt de bal dan toch terecht bij Bart Jonkerman. Jonkerman geeft mee aan Joey Tol. Joey Tol, Muller voorbij. Nee, Muller zet het voetje ertussen. En zo doet hij verdedigend zijn taak. Muller, knappe actie om zijn tegenstander heen. Maar er komt er nog een en die is groot en sterk. En dan krijgt Muller ook nog een vrije trap tegen omdat hij te wild ingaat. Nee, de slotfase moet hier nog gaan losbarsten. Volendam, niks meer te winnen, niks meer te verliezen. Dus ik hoop dat een offensief uitblijft. Anderzijds, ja, wat kan het voor kwaad voor de Volendammers? Zij hebben er eigenlijk geen baat meer bij, maar wat kan het ze schelen? Ze mogen de 3-1 ook wel riskeren, want er is dus helemaal niks meer te verliezen. Dus wellicht toch nog een slotoffensief. Het is te hopen van niet en dat Sparta stand kan houden, want deze 2-1 voorsprong is minimaal, maar heel belangrijk om promotiedegradatie te voorkomen. Eén treffer van Volendam zal voor de Nijkerkers roet in het eten gooien, waar Sparta een vrije trap krijgt op de eigen 16 vanwege gevaarlijk spel. Nog een minuut of 7-8 in Volendam. 1-2 de voorsprong. Minuut of 2 nog. En het is ongelooflijk spannend. Buitenhuis kopt net een bal weg uit zijn eigen 5 meter. En op de rand van de 16 meter staat een Volendammer die hem gelukkig voor Sparta totaal mist. Maar hij dacht hem ineens op zijn pantoffel te kunnen nemen. Nick Tuyp heet de beste man. En dan had hij wellicht een wereldgoal gemaakt. Maar hij trapt half over de bal heen. Ja, maait hem volledig langs de bal heen eigenlijk. En ziet hem vervolgens op zijn standbeen terechtkomen. Dan kan Sparta goed weg. Niet dat het anders een 100% doelpunt was. Omdat het zo'n grote kans was. Maar ja, je weet het maar nooit. Nog 2 minuten te gaan. Ongelooflijk spannend. 1 doelpunt betekent dat Sparta promotiedegradatiewedstrijden speelt. En bij deze stand is dat allemaal niet aan de hand. Natuurlijk kan er ook op de andere velden nog wel gescoord worden. En daar dan een uitweg komen. Maar laten we gewoon die 1-2 voorsprong op het bord houden. En dan met een gerust hart dit seizoen afsluiten. En dan heel snel vergeten. Maar goed, dat is een conclusie die ik zo meteen wel ga trekken als het hier afgelopen is. Want dat is nog niet aan de hand. Crux, goede ingreep. En dan Amende, die ook goed speelt vandaag, terug naar Galata openen. Want daar gaat iemand lopen bij Sparta. Dat is Daan Drent. Die krijgt de bal niet, omdat er een verdediger iets sneller bij die bal is die ook wat lang onderweg is. Omdat ook de wind niet in het voordeel van Sparta is. Van Rooyen raakt de bal weer niet. En dat is de derde keer in 5 minuten. Speelt niet goed. En nu komt er een kans voor Volendam. Het schot. Gelukkig voor Sparta is het weer die Nick Tuyp. Die niet zo snel is. En dan vanaf 17 meter de bal die stuit het op doel schiet. Hoog over het doel. Maar ze waren met z'n tweeën. En er was volgens mij alleen nog Tim Crux. En ze had het beter uit moeten spelen. Maar deze Nick Tuyp ging voor eigen succes. En schiet de bal hoog in het vangnet. Sparta komt dus goed weg. Het is een goede mogelijkheid tot een kans. De uittrap van Rijnvis op het hoofd van een Volendammer. Dan uitverdedigd door Joris van Rooyen. Dan wint weer een Volendammer het duel. En gaat de bal naar de linkerkant. El Yacoubi met Tim Crux bij zich. Tim Crux, punt van de 16 meter. Daar is het ongeveer wat gebeurt. Prachtige actie. Maar Galata verleent rugdekking. En dan is er geduwd. En dat is geluk. Want anders is het een corner voor Volendam. En dus mag Sparta een vrije trap gaan nemen. Heel snel naar een ander veld. Want de blessuretijd loopt. Of mag ik hem afmaken? Weet je, we gaan... Nee, we blijven even bij je. Goed zo. Dan, want de blessuretijd is in volle gang. Althans, we zijn een minuutje onderweg in die blessuretijd. Het is de vraag hoe lang deze scheidsrechter, Roelof Luijgen, zin heeft om deze wedstrijd in gang te houden. Hij heeft het klokje zojuist stilgezet bij die overtreding van El Yacoubi, waar de vrije trap genomen wordt door Rijnvis. De bal diep naar voren. Muller moet zijn duel winnen. Doet dat ook. Dan een overtredingje van Daan Drent. Niet gezien. Buitenhuis. De losgeslagen bal opgevangen. Kan heel veel meters gaan maken. Gaat dan richting cornervlag. Al is dat nog een verre weg van 20 minuten.
20 meter. Daar, ja, en dan stopt hij 16 meter voor de achterlijn, draait hij terug, houdt hij de bal gewoon in bezit en denkt hij, ja, de tijd tikt wel door. Dan het meegeven op Van Rooyen. Die probeert hetzelfde te doen en die houdt dan zelf vast. En dus krijgt Volendam een vrije trap. Dat is dan niet handig van Joris Van Rooyen, die deze week het middelpunt was van een discussie met van een soort van ruzie in de kantine. Ik zal u hier niet al te veel mee lastig vallen, want de wedstrijd loopt nog. Maar er was wat commotie bij Sparta Nijkerk en daar had deze Joris Van Rooyen een hoofdrol in, onbedoeld. Want hij was eigenlijk slachtoffer, verbaal. Maar goed, hoe dat allemaal afloopt, dat zal u van mij nog wel meekrijgen als het echt spannend wordt. Nu nog een overtreding gemaakt door een Sparta Nijkerk-speler en dan gaat de bal op 17 meter van het doel van Rijnvis worden neergelegd. Ja, wie mag het dan doen? Bij Volendam maken ze ruzie, want iedereen wil hem er wel inschieten. Als deze bal erin vliegt, je moet er niet aan denken, in de blessuretijd. Ja, dan zijn de druiven zuur voor Sparta Nijkerk. Dan is het alleen maar hoop op een gunstig doelpunt op een ander veld. Want de laatste tussenstanden mee berekenend zou deze vrije trap een doelpunt opleveren. Betekent dat Sparta Nijkerk promotie-degradatiewedstrijden moet gaan spelen. De bal ligt wat aan de rechterkant van het veld. Er staat één man achter de bal. Die gaat het met links proberen. Dat is de nummer 8, Robert Plat. Over de muur in de goal. Wel over de muur, maar ook over het doel van Kevin Rijnvis. En zo komt aan een goede kans voor Volendam in de blessuretijd een eind. Doordat het schot overgaat. En bij Sparta Nijkerk zijn de supporters wel klaar met deze wedstrijd. Zij hopen dat de scheidsrechter zo snel mogelijk afsluit. Terwijl Pieter Jonk wordt uitgeroepen als man of the match bij Volendam. Ze staan allemaal onder mij om zo snel mogelijk richting de bus te gaan vertrekken. De supporters van Sparta, die er toch wel massaal zijn. De bus was ook uitverkocht vandaag weer. En zij hopen dat het allemaal goed afloopt. Daar lijkt het wel op in de blessuretijd. Amenda laat de bal nog een keer van zijn voet snoepen. En zo mag Volendam nog een keer aan de linkerkant van het veld. En dan Crux met rugdekking die de bal over de zijlijn tikt. Inworp nog voor Volendam. Ik heb echt geen idee hoe lang de leidsman van plan is om bij te tellen, maar het is zoals ik zei loeien en loeien spannend. Want ja, één doelpunt van Volendam betekent een hele zware, bittere pil voor de Nijkerkers. Maar goed, de bal is nog niet weg, nu wel over de achterlijn. En dus mag Rijnvis op zijn dode gemak die bal gaan halen om nog een doeltrap te gaan nemen. Een doeltrap waarvan ik hoop dat het de laatste is van dit seizoen. Want het seizoen zit er zo goed als op en zou het eindigen met een vijfde plaats of met een elfde plaats. Want zo dicht zit het allemaal bij elkaar voor Sparta Nijkerk. Roelof Luigen fluit en fluit af. En dat betekent dat het, nee, hij fluit voor een wissel. Oh, nou, dat is wel gek. Dat zou je normaal gesproken niet doen. Hij legt het spel stil voor een wissel. Jeffrey van der Brink gaat in de ploeg komen voor Joris van Rooyen. En dan moet hij de laatste seconden van dit duel gaan volmaken. En Rijnvis moet de bal opnieuw op de 5 meter leggen voor de doeltrap. Er gebeurt allemaal niet zoveel, maar het is wel spannend. Want ja, dat ene doelpunt van Volendam, dat er hopelijk niet komt, zou zomaar een hele vervelende consequentie kunnen hebben voor Sparta Nijkerk. Rijnvis laat hem eindelijk wegschieten. Doet dat richting Van de Wild. Die gaat al achter die bal aan, maar kan daar niet meer bij. Dan gaat de bal terug richting doelman Tol. Tol die de 16 meter uitloopt en hem dan maar naar voren gaat peren. Want alle mensen van Volendam op 3 na zijn op 16 meter van het doel van Sparta. De uitkop is goed van Amende tot bij Muller. Doordraaien zou je zeggen, maar Muller draait naar de zijlijn omdat daar veel meer tijd te winnen is. Geef mee op Van de Wild. Van de Wild, tik je terug, lukt niet. En Volendam mag nog een keer. El Yacoubi met de kaats. Dan moet Amende de bal hebben. Heeft hij hem ook? Gaat hij hem terugspelen? Nee, geen risico nemen. Vooruit richting Drent. Drent die hem naar voren speelt. Bij een Volendam erin levert. En zo heeft Volendam de bal met Jonkerman aan de linkerkant van het veld. Buitenhuis wint zijn duel. En nu ligt er ruimte voor Niels Buitenhuis. Maar ja, hij is natuurlijk ook slimmer dan de menig Sparta-speler. Hij is niet meer zo jeugdig. En dus loopt hij naar de cornervlag. En dan is het wel afgelopen. En dus viert Sparta een klein feestje. Sparta blijft erin. Snel naar NSC of naar een ander veld. Sparta wint met 1-2 bij Volendam. En anders heb ik toch iets verkeerd op het papier staan hier. Nee, dat klopt. Daar ben ik geweest. Een gouden penalty van Maurice van der Wild. Dat mogen we wel concluderen. Na een minuut of 68 schoot hij uiteindelijk de winnende treffer binnen. Had hij dat niet gedaan, was de penalty tegen de keeper op de paal geweest. Had Sparta Nijkerk promotie-degradatiewedstrijden moeten spelen. Maar de penalty ging er wel in. En zo eindigt Sparta ineens vijfde. En dat is dus het verschil. Eén doelpunt zat er tussen de vijfde plaats waar Sparta nu geëindigd is. En de promotie-degradatieplaats om degradatie te voorkomen. Een hele, hele belangrijke strafschop. Benut door Maurice van der Wild. Betekent dat Sparta Nijkerk dus op een keurige vijfde plaats eindigt. Maar het had heel anders af kunnen lopen. Sparta begon goed en kwam na 11 minuten voorsprong. Of na 11 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Door een doelpunt van Thomas Amende die de bal over de doellijn frommelde. En er was eigenlijk niks aan de hand. Totdat de spits bij Volendam, Veerman, de bal ineens achter Kevin Rijnvis schoot. Omdat hij sterker was in een duel met Ivo te Veldhuis. Prima afgewerkt door de spits die volgend jaar bij de profs van Volendam gaat spelen. En daar hopelijk voor hem hoge ogen gaat gooien. Maar hij was koelbloedig en schoot de 1-1 achter Kevin Rijnvis. Toen werd het rekenen, rekenen, rekenen en nog meer rekenen en nog meer rekenen.
Maar goed, aan al het rekenen kwam dus een eind toen Van der Wild de strafschop kreeg. Galata schoot een vrije trap in de muur en die was op de arm van een Volendammer. Dat leverde de strafschop op die uiteindelijk benut werd. Vlak daarvoor zagen we nog een bal onderkant lat bij Volendam. Via de onderkant van de lat op de doellijn bij Sparta Nijkerk belanden. En dus hadden de Nijkerkers daar geluk. Volendam was zeker niet minder dan Sparta, maar Sparta was de gelukkigste vandaag. En door die benutte strafschop van Maurice van der Wild eindigt het seizoen voor Sparta Nijkerk met een vijfde plaats. En niet met na-competitievoetbal om degradatie te voorkomen. Al met al een seizoen om heel, heel snel te vergeten. Want het was het stond te prijken op de presentatiegids van Sparta Nijkerk. Per omgaande retour. Nou, die bijna helemaal anders af, namelijk per omgaande terug naar de eerste klasse. Maar zover kwam het niet. Maar een seizoen om heel snel te vergeten. Sparta eindigt uiteindelijk keurig vijfde. Maar dat heeft heel veel moeite gekost. En het mag blij zijn dat het niet de promotiedegradatiewedstrijden moet spelen. Dus geen goed nieuws show vanuit Nijkerk als het gaat om het hele seizoen. Maar wel voor vandaag uit Volendam. Want Sparta